Links knopje indrukken. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik vind hier een tekst van de internet geplukt en in het Nederlands vertaald. En dichter in de microfoon. Luister en huiver. Dag Peter. Het geheime convenant. Een illusie zal het zijn. Zo groot dat het zal ontsnappen aan hun waarneming. Degenen die het zien zullen worden beschouwd als krankzinnig. We maken verschillende groepen om te voorkomen dat ze de verbinding tussen ons niet zien. We zullen ons gedragen alsof we niet zijn aangesloten om de illusie in leven te houden. Ons doel zal stap voor stap worden bereikt om nooit de verdenking op onszelf te brengen. Dit zal ook voorkomen dat ze de veranderingen zien als ze zich voordoen. We kunnen altijd boven het relatieve veld van hun ervaring staan. Want wij kennen het geheime van de absolute. We zullen altijd samenwerken en gebonden blijven door het bloed en geheimhouding. De dood zal komen naar degene die spreekt. We houden hun levensduur kort en hun geest zwak, terwijl we doen alsof we het tegenovergestelde doen. We zullen gebruik maken van onze kennis van wetenschap en technologie op subtiele manieren, zodat ze nooit zien wat er gebeurt. Even een stukje skippen dan. We zullen vroeg beginnen als hun geesten jong zijn. Zullen we hun kinderen verleiden met waar kinderen het meest van houden, zoete dingen. Als hun tanden vervallen, zullen wij ze vullen met metalen die hun geest zal doden en hun toekomst zal stelen. Als hun vermogen om te leren is aangetast, zullen we geneesmiddelen maken die ze zieker zal maken en andere ziekten veroorzaken waarvoor we nog meer medicijnen zullen creëren. We zullen ze volgzaam en zwak voor ons maken door onze macht. Ze worden depressief, traag en dik. Als ze bij ons komen voor hulp, geven we ze meer gif. We zullen hun aandacht richten naar geld en materiële goederen, zodat ze nooit in contact komen met hun innerlijke zelf. We zullen hen afleiden met hoererij, externe genoegens en spelletjes, zodat ze nooit één zullen zijn met de eenheid van dit alles. Hun geest zal ons toebehoren en zij zullen doen wat we zeggen. Als ze weigeren, zullen we manieren vinden om geestverruimende technologie te implementeren in hun